in, oké? Ik zweer je, ik maak mezelf van kant te zien, nou niet op hem met die kutballetjes. Dimmen nou! Hij zegt een beetje afleiding. Silence. God weet dat ik mijn best heb gedaan te begrijpen hoe het er in deze wereld aan toe gaat. Ik had zelfs een vaag idee dat we tot grootste daden in staat waren. Maar na alles wat er gebeurd is, weet ik het zo net nog niet meer. Ik bedoel, wat is dit voor klote leven? Wat Louis betreft, man, ik de kroon. Vern is er helemaal kapot van. Kapot. Gesloopt. Zijn beste vriend, zijn klasgenoten. Allemaal dood. Ze noemen me alleen maar Vern om te laten zien hoe fucking close we zijn. In plaats van hoe lachwekkend naar de kloten. Als je een handleiding kreeg bij mijn moeder, zou er in staan dat je haar nagebruik weg moest gooien. Ik zweer het je. Ik ben een jongen die zijn beste vriend een pistool in zijn mond heeft gestoken en zijn haar eraf heeft geblazen. Vernon Little, pak je spullen, we gaan. Ik kan niet mee, Pam. Ik word verhoord, ik moet hier blijven. Onzin. Laat die koerie eerst maar zijn paar kilo afvallen. En ik zie geen handboeien. Je moet wat eten nemen, maak jij. Sheriff, kom op, we gaan naar huis. Om een achtergrondreportage te maken. De wereld hangt aan uw lippen. De wereld? Vandaag is Martirio de wereld, mevrouw. Goedenavond, kijkers. Nogmaals, trekken wij een rouwkleed aan dat sleets begint te raken door de vele slachtoffers die vallen in deze zieke wereld. Vandaag stel ik, samen met de inwoners van Martirio, de vraag hoe kunnen wij dit land genezen. We beginnen aan de frontlinie bij de ordehandhavers. Hulp Sheriff Corey. Wacht. Wacht even. Ik kan zo toch niet voor de camera verschijnen. Oh, kom op, Vee. Je ziet er piekfijn uit. Je bent dat... Wat moet ik dan zeggen? Hulp Sheriff Corey. Benaderen de inwoners van Martirio u nu anders na deze schietpartij? Nou... Nee. Laat ik je zo... Nou, dit is onze eerste keer. Oh. Maar, ik kan u wel vertellen. Deze stad zal niet rusten voordat de veroorzaker hiervan geïdentificeerd is en bestraft. Zijn dood. Weet je nog? Ieder met een tas, ieder rechtsaf, zacht, ieder waarheid verzwijgt en de orde bedreigt. Ieder boel bedriegt voor de rechtbank lief, ieder mag niet uit om de regels staat, ieder zaak verstuurt zal buiten. Geen genade, nee, in het gevangen mee van je
De rechter zal wel denken dat ik gek ben. En, ben je dat? Ik denk niet dat ik dat bepaal. Okidokie. Vernon, als jij jezelf openstelt, zijn we zo klaar. Hoe voel je je ten opzichte van datgene dat er gebeurd is? Kloten. Zwaar kloten. Ik bedoel, iedereen denkt dat ik een psychopaat ben. En waarom denk je dat? Ze zoeken een zondebok. Geest is dood. Wie was zijn vriend? Tada. Plastic vleugels op kartonnen bochelruggen, heen en terug en heen en terug. Zoveel hou ik van hem. Mijn boezem zwelt, mijn Zuidpool smelt. Zoveel hou ik van hem. Birdie, wat ben je aan het doen? Gewoon niks. Gewoon niks, dat zeg ik toch. Gewoon niks bestaat niet. Je zit te zuipen. Wil je me zuipen zien dat het belooft? Ank. Bernie, je lijkt wel een alcoholist. Ik ben geen Bernie. Ik ben geen alcoholist. Ik ben John. Oké? Okay? John. Nee, ik ben helemaal geen John. Het klinkt niet eens als John. Je lijkt niet eens op John. Nee, jij bent Bernie. Gewoon Bernie. Gewone Bernie. Mag ik een biertje? Nee. Waarom niet? Omdat je pas 8 bent. Ik ben geen 8, ik ben bijna 15. In de bus naar Mexico. Onder het witte tumorlicht. Vernon loopt naar de hel, Lidl. Ik heb zelfs niks gegeten vandaag. Gaat het? Of het gaat? Ja. Ja, het gaat wel. Waar ga je heen? Naar Mexico. Wat vervelend voor je dat je zo'n verdriet hebt. Als je gezelschap wil, ik zit hier. Welkom in Mexico! Het spijt me allemaal zo. Lieverd, oh, kun je niet beter gewoon terugkomen? Nou, ik denk niet dat dat gaat. Maar lieverd, al die doden. Je laat een spoor van bloed achter. Waarom doe je dat? Ik heb niemand vermoord. Daarom ben ik niet gevlucht. Ik moet gewoon wat van mijn leven zien te maken, snap je? Ik ga wel naar Canada of Suriname of zo. Als iets pas gebeurt wanneer je het ziet gebeuren. Gebeurt het dan ook als je weet dat het gaat gebeuren, maar dat dan niemand vertelt? Waar heb je het over, Jezus? Je hebt een mes in je zitten, Vernon, waaraan dierbaren kunnen draaien als ze daar zin in hebben. Je moet ervoor zorgen dat niemand erachter komt waar dat mes zit. Ik heb daar niet goed genoeg op gelet. En op de dag dat bij mij het lontje doorbrandde, vonden ze de plek van mijn mes. De precieze plek van mijn mes. Wij mogen zeggen wat we willen, dat is ons grondrecht, ja? Hoe durven jullie kannibalen tegen mij over de grondwet te beginnen? Mevrouw Nichols, de regerende meerderheid kan de grondwet op elk gewenst moment inzetten voor haar eigen doeleinden. Wij zijn de meerderheid en dit is ons moment. Tik-tak, tik-tik, dit is de dag dat ik tik-tak explodeer.
Tik-tak, tik-tak, wat een schrik. Dag mooi meisje, dit ben ik. Tik-tak, tik-tak, zie je mij. Niet zo bang zijn, tik-tak, tik. Straks is het allemaal voorbij. En tik-tak, 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 tik, ik moord. 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 Kunt u bevestigen dat u de docent was van Vernon tussen 10 en 11 op 20 mei dit jaar? Ja, dat klopt. Ik heb hem om een boodschap gestuurd. En wat gebeurde er daarna? Wat gebeurde er toen Vernon terugkwam? Wat heeft hij precies gedaan? Hij heeft ze allemaal vermoord. Hij heeft ze allemaal ondergetoppeld in het bloed van Lammeren. Acht de jury, de beklaagde schuldig of onschuldig? Schuldig! Lollicom Live, de zender waarbij u beslist over leven en dood. Populaire televisie levert geld op. Criminelen op televisie is zeer populair. Tel ze allemaal bij op en voilà, je hebt de oplossing. Zo is dat en onthoud, u beslist wie er aan de beurt is. U kunt nog steeds stemmen per telefoon, 50 cent per minuut en natuurlijk via internet. Daarmee maakt u tevens kans op schitterende prijzen. En het leuke is dat de doodveroordeelden doen er alles aan om bij u, het kijkerspubliek, in de gunst te komen. En te blijven. Voor een eindeloze